When you think of the future, you likely envision the remarkable technologies that you've seen in comic books and films. You may begin to picture flying cars, trains driven by electromagnets, or household robots that will see to your every need. While modern scientists agree that many of these inventions are either unlikely or unnecessary, it may surprise you to learn what the future could actually hold. Imagine being able to share your thoughts with millions of people at once, simply by typing them on a keyboard and sending them through the air. Think of what life will be like when all of the many fixtures of an office, including a typewriter and an entire Rolodex, can fit within a device smaller than a loaf of bread. Consider the vacation plans you could make when a single trip on an aeroplane is all that's needed to visit anywhere on Earth. Yes, the future certainly looks bright, but it isn't without its darker sides. According to some predictions, obesity will likely run rampant, and political corruption will become so commonplace as to be accepted. People with nothing entertaining or informative to say will broadcast their demands for attention, and once beloved performers will become pushers of snake oil. Perhaps worst of all will be the emergence of a deadly and potentially devastating disease. Think of the last time that you contracted influenza. You were likely bedridden for days, having no appetite or desire to play games. Experts predict that by the year 2020, a new virus will rise, spreading from somewhere in Asia to the rest of the world. And with international travel being available to even the most common citizen, a sickness which would have been contained in years past will quickly spread to all corners of the globe. Er gaan bommen af op het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ook het huis van de staatssecretaris is doelwit. Ik heb het over de nacht van 12 op 13 november 1991. Een zware explosie om 3:03 verwoestte het huis van de staatssecretaris. Acties uitgevoerd door leden van RARA, een extreem linkse terreurgroep. Dat kan in dit land, dat is een volstrekt nieuwe ervaring. En dat is schokkend. RARA bestaat niet meer, maar links- en rechtsextremistische groepen staan nog altijd op de radar van de AIVD. Sterker nog, dit zegt de baas van de AIVD over het jaarverslag van de inlichtingendienst. Ja, waar wij met name aandacht voor vragen in het jaarverslag is de ontwikkeling van links- en rechtsextremisme. Oké, links- en rechtsextremisme. Links en rechts, dat ken je. Maar eerst, wanneer is iemand eigenlijk een extremist? Leggen we je uit. Kijk, iedereen heeft zo zijn eigen beeld van de maatschappij en waar die naartoe moet. Om dat voor elkaar te krijgen kan je natuurlijk stemmen of je kan bijvoorbeeld actie voeren, zoals activisten doen. Zolang je je aan de wet houdt en de democratie en de rechtsstaat respecteert, niks aan de hand. Maar er zijn ook groepen die dat niet doen. En daar maakt de AIVD zich zorgen over, namelijk... Wat we bovendien zien is dat het een vorm van activisme krijgt, waardoor we een zorg hebben dat het activisme niet overslaat in extremisme. En met extremisme bedoelen we uiteindelijk mensen die dan bereid zijn geweld te gebruiken, bedreiging, intimidatie te hanteren. Als een activist de democratie in gevaar brengt, is hij dus een extremist. En dat kan hij doen door fysiek geweld, maar ook door bijvoorbeeld systematisch haat te zaaien of angst te verspreiden. En zo zegt de AIVD, een extremist kan in zijn uiterste vorm een terrorist worden. Oké, tot zover de definities. Nu de denkbeelden. Wat willen links- en rechtsextremisten? Allereerst de thema's van links. De AIVD heeft het over verzet tegen het asielbeleid. Vaak willen ze een ruimhartiger beleid voor vluchtelingen. Anarchisme. Ze willen een samenleving zonder autoriteit. Antifascisme. Ze zijn tegen nationalistische en extreemrechtse groepen en dierenleed en milieuvervuiling. Dan naar de andere kant. Rechtsextremisme werd lang gekenmerkt door neonazistisch gedachtegoed. Dat neemt al tientallen jaren af. De AIVD zegt nu dat anti-islam ideeën, vaak in combinatie met ideeën over de nationale identiteit, en het alt-right gedachtegoed de belangrijkste denkbeelden zijn. Alt-right? Volgens de AIVD zijn daarbinnen verschillende stromingen, maar is de grote overeenkomst dat aanhangers denken dat de blanke mens door andere rassen in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Links- en rechtsextremisten hebben trouwens ook iets gemeen. Ze zijn beide tegen de huidige overheid. En hoe gaan links- en rechtsextremisten, naast demonstreren, te werk? Een bekende techniek van linksextremisten?
intimiderende home visits van tegenstanders. Bijvoorbeeld van medewerkers van de immigratiedienst die onder meer gaan over het uitzetten van asielzoekers. En het online zetten van namen, adresgegevens en foto's, het doxen. En dan is er nog het bekladden van huizen. Zoals hier in Friesland, waar de kandidaat wordt uitgemaakt voor fascist. Op de voordeur staat met verf een anarchistisch teken en het vrouwensymbool. Linksextremisten lijken eerder bereid geweld in te zetten dan rechtsextremisten, zegt de AIVD. Binnen Nederland dan, want er zijn inmiddels genoeg voorbeelden van aanslagen van rechtsextremisten. Bij terroristische aanslagen op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland vallen zeker 49 doden. Als vorig jaar deze man opgepakt, Vincent T. Hij is veroordeeld voor het plannen van moord op moslims en linkse kopstukken. Maar in Nederland worden rechtsextremisten met name online steeds actiever. Daarover later meer. Niet dat ze offline niet van zich laten horen. Kijk maar, dit is in Enschede in 2016. Toen werden Molotov-cocktails tegen een moskee aangegooid. Het is gepland, het is besproken, het is voorbereid. En het is met een bepaalde bedoeling uitgevoerd. De AIVD noemt dat de eerste uiting van rechtsextremistisch terrorisme in Nederland. Een andere uiting van extreemrechts, de bezetting van deze islamitische school in Amsterdam eind 2017. Maar niet al het extremisme bereikt de buitenwereld. Zo is er het studiegenootschap Erkenbrand dat in lezingen het rechtsextremistisch gedachtegoed volgens de AIVD in een intellectueel jasje giet. Erkenbrand is één van de rechtsextremistische groepen van ons land. De Anne Frank Stichting telde er in 2016 26. Daaronder vallen ook Pegida, NVU en Identitair Verzet. Hoe dat links zit? In opdracht van het ministerie van Justitie werd onderzoek gedaan naar extreem linkse groepen. 27. En dan hebben we het over groepen als No Border Network Nederland, Anarchistische Groep Amsterdam en Antifascistische Actie, ook wel Antifa. Hoeveel mensen zijn aangesloten bij die extremistische groepen, dat is moeilijk te zeggen. Cijfers zijn er nauwelijks. In elk geval niet up-to-date. In 2010 schatte de AIVD dat er zo'n 300 rechtsextremisten waren. Maar ja, dat is 2010. Al zeggen experts wel dat het aantal rechtsextremisten redelijk gelijk blijft. En links? Links ziet justitie zo'n 40 tot 50 kernfiguren die al jaren in de scene zitten en aan de touwtjes trekken. Maar daaromheen zit een veel grotere schil van zo'n 200 tot 300 mensen waar weinig zicht op is. Zelfs als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je op relatief lage aantallen. Maar wat ze doen, kan wel veel impact hebben. En zeggen deskundigen, dit zijn alleen de mensen die zich aanmelden bij een organisatie. Er zijn ook veel mensen actief buiten organisaties om, online. En daar maakt de AIVD zich de laatste jaren zorgen over. Eenlingen kunnen bijvoorbeeld op fora steeds verder radicaliseren. En het zijn die lone wolves waar de inlichtingendiensten zich vooral druk om maken. Vooral extreem rechts groeit online flink en dat zie je in agressieve en opruiende teksten. Op de meeste punten staan links- en rechtsextremisten dus lijnrecht tegenover elkaar. En dat zie je vaak ook, letterlijk. Grenzen sluiten en de-islamisering zijn de oplossing. Tegendemonstranten aan de overkant van het park proberen dat luisteren nog te verstoren. Ze zijn dus ook heel druk met elkaar. Sterker nog, er wordt wel eens gezegd dat als je extreem links in de gaten houdt, je extreem rechts er gratis bij krijgt.